Yo mensen, we gaan een tierlist doen. Deze keer de koekjes tierlist. Ja, we beginnen met bastonjekoeken. De bastonjekoeken zijn toch gewoon S en dat is dan meer weg. Maar Vitabis is gewoon S, de koekjes P. Smurfenkoeken gewoon A, zo lekker chocolade. Het is de la crema kettes. Daarvan kun je blijven eten. Dat is toch gewoon A. Pick-up is gewoon wel lekker, maar een D omdat dat zo ze weinig in één keer is op. De spritzkoeken zijn toch gewoon een S hoor. Olé is gewoon een A. Plopkoeken S. Bastonjekoeken S. En Prins Ministars een P. Die Prins Ministars zitten wel 5 in een pak. Dat is lekker. Dat is een beetje klein. Dit is een koekjestieris. Op S hebben we Vitabis, spritzkoeken, plopkoeken en bastonjekoeken. Op A, smurfenkoeken, de lakkerij van die machetse van die heerlijke chocoladekoekjes. Misschien moet ik het toch wel naar S doen. We doen het naar prinszoeken. Laat op A. Die koekjes hier, die zijn lekker. Die naar de S. Nee, niet de prinsministers. Het gaat weer helemaal fout. Deze koekjes S gewoon. Dat is wel lekker zijn. Op A nog smurfkoeken, prins. En alleen op B hebben we tuk en pick-up misschien toch C. Omdat het nog wel redelijk lekker is. Dit was de koekjes tierlist. Tot de volgende tierlist. Laat in de comments achter wat. Adios. Ciao. You. De ballen. Dag.